Goedendag kijkers en welkom bij een nieuwe en ook de eerste aflevering voor het jaar 2023 van In Gesprek Met. Ik ben op locatie en we gaan het hebben over eten. Niet een ander soort type eten, maar het eerste ding wat men eet in de ochtenduren en dat is brood. Ik ben op bezoek bij de Fernandes Bakkerij waar wij een luchtig gesprek gaan hebben met de directeur, de heer Ruven Bainat. Meneer Bainat, alsnog de beste wensen voor het jaar 2023 en welkom in een gesprek met. Dankjewel, ook een gelukkig nieuwjaar aan u en de Surinaamse gemeenschap. Alvorens we altijd een deep dive doen naar wie de man is achter een bedrijf, houden we altijd ervan om te weten wie de man persoon zelf is. Dus de eerste vraag voor u wordt, wie is Ruven Bainat? Mooi, Ruven Bainat. Ik ben ondertussen hier 14 jaar werkzaam. Begonnen bij de afdeling waar we chips bakken als meewerkend voorman. Een hele mooie carrière hier gehad. Meewerkend voorman, daarna bij de sales gezeten. Toen verder gestudeerd, toen productie gedaan. Toen general manager geweest en sinds midden vorig jaar, ben ik in een nieuwe rol. Daarnaast ben ik naast carrière natuurlijk thuis ook vader. Ik heb een zoontje van 5 maanden, dus die is er ook pas jong. En ik heb natuurlijk een hele lieve wederhelft. Dat is altijd leuk om te weten dat de man achter een bedrijf ook de man thuis is. Maar net als wat ik de kijkers aangaf, we zijn in een nieuw jaar. En we houden ervan om ook een kleine revue te doen van het afgelopen jaar, of het afgelopen jaar het revue te laten passeren. Hoe was het afgelopen jaar voor Fernandes Bakkerij, het jaar 2022? 2022, moeten we zeggen, was best een uitdagend jaar. We hebben veel uitdagingen gehad, vanuit natuurlijk verschillende invalshoeken. Vanuit voorziening vanuit grondstoffen, vanuit dus de internationale markten, vanwege ook de oorlog. Was er ineens een beperking aan beschikbaarheid van grondstoffen. Daarnaast de economie, de koersen, we weten het allemaal, die stegen met de dag. En waardoor dus ook alles duurder ingekocht moest worden. En onze grootste uitdaging is toch nog geweest in september, toen we echt een week lang helemaal geen mail meer hadden. En dus ook niet konden produceren, we waren echt helemaal stil. Dat was echt een dieptepunt in 2022 voor ons, want we zijn er eigenlijk om dagelijks vers brood en broodproducten te voorzien aan de gemeenschap van Suriname. Heel Suriname en naast een commercieel bedrijf heb je ook een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid. En wij vonden het eigenlijk heel erg dat wij in die situatie zijn beland. En dat komt natuurlijk doordat de mail supply ook uitdagingen heeft gehad, beschikbaarheid van valuta, niet op tijd kan inkopen, waardoor we uiteindelijk in de situatie zijn beland. Echter, Fernandes Bakkerij, het team, staat nooit stil. In de 4 dagen hebben wij, toen wij het zagen aankomen, hebben wij natuurlijk een heleboel acties ondernomen, samen met onze supplier, maar ook gewoon zelf, om die week te beperken. Als wij geen acties hadden ondernomen om zelf extra meel te importeren uit Guyana en uit Trinidad met de molen samen, hadden wij waarschijnlijk niet 1 week, maar 2 weken of misschien langer geen brood. Dus we hebben echt met man en macht gewerkt om zelf ervoor te zorgen dat we onderdeel zijn van de oplossing en zo echt de dagen zonder brood konden beperken. Best een grote uitdaging geweest. De uitdagingen zijn er nog steeds. 2023 zal waarschijnlijk nog steeds zo uitdagend zijn. Al met al moet ik zeggen dat we, ondanks de vele uitdagingen, we hebben meerdere keren broodprijzen moeten verhogen. Daar weten jullie alles van. We staan niet te wachten om broodprijzen te verhogen. Maar at the end wil je een gezonde bedrijfsvoering hebben, dan moet je ook genoodzaak je prijs op een gegeven moment verhogen.
al met al veel uitdagingen geweest. Een beetje aan de grondstoffenkant, de supplykant. Maar daarnaast is het natuurlijk tegenwoordig ook moeilijk om aan goed personeel te komen. Goed personeel trekt weg, brain drain. Dus dat is ook een deel van de uitdagingen. Maar al met al hebben we geprobeerd ons best te doen en we hebben toch wel een mooi jaar achter de rug gehad. Was het, want u geeft het zelf aan, jullie waren genoodzaakt. Was het een moeilijke beslissing? Want zoals u zelf zegt, een sociaal-maatschappelijk gevoel hebben jullie zowel naar de samenleving toe. Want brood is een van de dingen die men dagelijks eet. Was het moeilijk om zo'n beslissing te maken om van broodprijs te verhogen? Het is altijd moeilijk, want we begrijpen de situatie in het land. Brood is natuurlijk dagelijks voeding. En het is altijd moeilijk om de prijzen te verhogen. Echter proberen wij niet altijd direct de prijzen te verhogen. We proberen het zo lang mogelijk uit te stellen. Maar op een gegeven moment kom je op een punt waarbij je zegt, oké, en we hebben uitgesteld, maar nu moet het. Dus het is voor ons ook erg lastig geweest. We zijn het niet gewend dat wij meerdere keren per jaar broodprijzen moeten verhogen. En dat is echt gebeurd in 2022 en dat was voor ons ook altijd moeilijk. In de periode toen wij dus meelschaarste hadden, hebben wij zelf gezegd, weet je, brood heeft voorkeur. We gaan geen bollen produceren en overige producten. Dus we hebben zelfs keuzes moeten maken om brood de voorkeur te geven en de voorrang te geven, zodat wij toch wel brood hebben, hadden op de markt. Dus altijd uitdagend. Je hoopt natuurlijk dat je niet zo snel weer prijzen moet verhogen. Echter, je weet het zelf, de koersen die gingen eigenlijk haast elke week of om de paar dagen de lucht in. En als je kijkt naar januari, als ik het goed heb, was de koers 17, denk ik, als ik het goed heb. Dus heden ten dagen bijna 100%, dus 32. Dus, en ook zo de grondstofprijzen. Die zijn meer dan 100% gestegen. Dus ja, at the end kom je er gewoon niet onderuit. Ik wil niet dat men alleen maar denkt, veranderen smaakt alleen brood en bol. Laten we een beetje deep diven in het bedrijf zelf. We hebben een beetje gekeken hoe het jaar 2020 was. Wat doet Fernandes Bakkerij precies? Want als ik me niet vergis, bestaan jullie van het jaar 60 jaar. Helemaal waar. We zijn inderdaad straks in juli zijn we 60 jaar. Dat is een mooie mijlpaal voor ons. En we zetten ons dagelijks in om nog 61 jaar verder te kunnen. Dat is ook de kracht van het team. We werken hard om dit bedrijf een bedrijf te maken voor Suriname en ook natuurlijk voor de volgende generatie, zodat ze hier ook kunnen werken. En daar investeren wij ook gewoon erg bewust in. We zijn een bakkerij, een bakkerij-industrie bijna. Maar we zorgen ervoor dat we naast brood bakken en distribueren ook ervoor zorgen dat de mens bij ons zich kan ontwikkelen. We hebben een interne opleidingstak van Nannes Bakery Academy. Serieus? Ja. Oké, dat is nieuws. Ik denk dat de samenleving extra geïnteresseerd gaat zijn nu bij dit gedeelte. Ja, we hebben... sorry, je moet het... Sorry hoor, ik heb wat hoest nog van de afgelopen dagen. We hebben intern... We groeien natuurlijk, we zijn een grote organisatie. We moeten voldoen aan standaarden. En om te kunnen voldoen, moet je ook goede mensen hebben. En dat hebben wij gelukkig. En wij zorgen ook ervoor dat wij de mensen trainen. We hebben een verplichte kant aan trainingen vanwege onze ISO-certificering en overige standaarden waar wij aan willen complyen, waar wij aan willen voldoen. Hebben we dus een deel aan verplichte trainingen. Denk aan food safety, denk aan safety, denk aan veilig rijden over de weg. Dat zijn dus de verplichte trainingen. En daarnaast hebben we ook gewoon een deel van de mensen, de jonge mensen en de iets oudere mensen ook, met potentie. En die zeggen, hey, ik wil verder studeren, want ik wil mezelf ontwikkelen, zodat ik dit bedrijf ook verder kan helpen ontwikkelen. En ook daar hebben wij dus, valt dus onder de paraplu van Fernandes Bakkerij Academy. En die doet dan dus ook externe opleidingen. Op bachelorsniveau, op mastersniveau,
mastercourses. We doen ook in-house trainingen door gastsprekers. Dus wij investeren wel heel erg veel in de mens. Maar omdat wij daar ook in geloven. Heb je geen goed team, heb je geen team van sterke, krachtige, ambitieuze mensen, dan wat ik daarnet zei, de ambitie om nog 60 jaar verder te kunnen, dat is natuurlijk moeilijk als je dat niet hebt. En we zijn daar enorm trots op. En we proberen altijd zoveel mogelijk te doen en te zorgen voor onze mensen. Ja, dat is ook altijd goed om te horen, want niet ieder vertelt dat. Dus ik stel het wel op prijs dat u dat een beetje prijs wilt geven. Dat Fernandes een Bakery Academy heeft. En dat is ook leuk om te weten. Over goede personeel te hebben. Denkt u dat Fernandes, want Fernandes is een household name, zoals men het zegt. Toen jullie een concurrent bij kregen, hadden jullie het gevoel that you guys needed to step it up? Concurrentie is altijd goed. We waren natuurlijk niet gewend. We waren 50 jaar lang de supplier, de main supplier van het land. De grootste bakkerij in het land. Dus het was zeker nieuw voor ons. Maar we hebben het niet geaccepteerd en benaderd als er komt iemand die ons gaat aanvallen. Mm-hmm. Nee. We hebben juist gezegd. Het komt de samenleving ten goede, want ook wij hebben soms interne uitdagingen met, bijvoorbeeld toen wij geen mail hadden, had onze collega, con-collega, wel mail en die heeft dus wel wat productie kunnen hebben voor het land. Dus wij zeggen altijd, concurrentie is goed, maakt ons scherper, dwingt je eigenlijk tot meer innovatie dan we al eigenlijk innoveren. En je hebt op dat moment ook een meetpunt van wie doet het beter en hoe kunnen wij beter worden, zodat eigenlijk de klant eigenlijk de grootste winnaar is in het geheel. Dat is belangrijk. En hebben jullie al een polshoogte gehouden wat men graag koopt? Het heeft natuurlijk, is, ja, Fernandes natuurlijk, denk ik dat household name is in het land. Er zit natuurlijk ook een bepaalde vertrouwen in het merk. Zoals ik het aangaf, we zorgen voor kwaliteit, om je een indicatie te geven. We zijn een bakkerij met een quality afdeling bestaande uit een lab waar er van elke batch testen worden gedaan op verschillende dingen. En daarnaast een deel die het food safety system toetst. Dus we zijn wel gefocust op kwaliteit. Om je een beetje beeld te geven, we hebben een quality department met 15 man die dagelijks ervoor zorgen dat we de kwaliteit op peil houden. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de consument tot nu toe denk ik ook nog steeds kiest voor ons. En ik moet daarbij gelijk zeggen, ook wij zijn de consument dankbaar dat ondanks ze een keus hebben, nog steeds voor ons kiezen. Ja. Dan gaan we een beetje in-depter bij Fernandes. Want dan, ik lees heel veel comments. Dus ik denk dat u al een beetje kunt aanvoelen welke kant ik op ga gaan. Of nee, welke kant ik op ga. We gaan beginnen bij de bollenafdeling. De grootste probleem die de meeste mensen vaak genoeg hebben, is dat ze soms geen jam vinden in hun bol. En ik weet nog, 2 jaar terug hadden we de voormalige directeur geïnterviewd. En die had uitgelegd van, die bollen worden niet gevuld door mensen. De bollen worden gevuld door machines. Dus misschien kunt u dat opnieuw herhalen, hoe het proces gaat. Dat het kan zijn dat het eens mis. Vertelt u maar, want ik werk niet hier, dus ik weet niet hoe het eraan toe gaat. Is wat ik nog een beetje heb kunnen onthouden van het interview van, 3 jaar terug zelf. Kijk, op een gegeven moment kwam inderdaad, was er een Er verhoogde aantal aanklachten van Berlinerbol zonder jam. Een van onze meest gegeten bollen. En ik denk ook de lekkerste. Persoonlijk vind ik dat gewoon een van de lekkerste bollen. Wat gebeurt er eigenlijk om het proces een beetje goed uit te leggen? Tot het opmaken van de deeg en de deegbolletjes. Dat wordt gedaan door een persoon. En een machine. Daarna wordt het gebakken. En vanaf het moment dat het wordt gebakken, is alles automatisch. Uh-huh. Dus je wordt gebakken,
Hij gaat uit de frituur. Hij gaat naar de station waar er sham wordt geïnjecteerd. En hij zou daarna naar de verpakking moeten. Maar toen de klachten toenamen, hebben wij gezegd, weet je wat, we voelen ons verantwoordelijk daarvoor. Dus we gaan extra controle inbouwen. Het moment van de station waar sham wordt geïnjecteerd in de bol, daartussen, dus tussen injectie, het vullen van de bol, tussen het punt van het vullen van de bol en de verpakking, hebben wij een checkweger gezet. En wat is de functie van zo'n checkweger? Is als blijkt dat de bol ondergewicht is, dan duwt hij hem van de baan. Dus dan gaat het niet mee naar de inpak. We hebben dat gedaan omdat inderdaad er een toename was aan klachten. Dus we hebben gezegd van we moeten dat aanpakken. En keep in mind dat wij duizenden bollen per uur doen. En voordat hij bij de shamvuller is, is er een sensor die het leest, dan de opdracht geeft aan de sham injector. En je moet nu bollen. Ja. En je kan het dus hebben omdat de productie zo hoog is, dat je soms twee bollen naast elkaar hebt en de sensor het als één bol leest. En dan gaat er dus natuurlijk soms een bol er doorheen. Daarnaast hebben wij ook los van automatisering, dus die checkwegen, los van de oplossing in automatisering, hebben wij ook gezegd, wij zorgen ervoor dat er daar ook gewoon een persoon staat die de lijn managt. En ook een extra oog op het proces heeft natuurlijk. Dus we hebben geprobeerd zoveel mogelijk te containen, maar natuurlijk, we doen duizenden bollen en we maken wel eens een foutje. Het naproces ervan is natuurlijk, bent u consument en heeft u een bol gehad zonder sham? Ik begrijp dat u dan boos wordt en dat als minder prettig ervaart. Mijn verzoek is, we hebben een telefoonnummer, een consumentennummer. Bel naar ons consumer response afdeling. We hebben een consumer response afdeling voor alle producten, dus niet alleen voor de Berlinerbol. Ja. Bel, u wordt binnen 24 uur geantwoord. En wij zorgen ervoor dat we het altijd compenseren. Op welke manier dan ook. Dus alles wat verkeerd gaat of minder goed gaat, we staan er voor open om dat zeker te verbeteren. Kijkers, u heeft het gehoord. Als u iets mis ziet, belt u naar de Fernandez Consumer afdeling. U wordt sowieso aan de top gegeven. Maar ook één ding wat is opgevallen, meneer Bainat. Jaren terug, want we hebben buitenlandse chipsoorten en we hebben de Fernandez snacks. Die chipsoorten kwamen iets later. En wij weten van vroeger, die tesafesa en die krikara's waren de bespang, om het zo te zeggen. En nu klaagt men dat er meer lucht zit in die pakjes dan inhoud. Is dat ook een proces dat automatisering een beetje extra lucht indrukt en weinig van de snacks? Kijk, ook dat is een technisch verhaal. First of all, er is een gewicht op de verpakking. En als je hem gaat open doen en je zou de inhoud afwegen, zou het het gewicht op de verpakking zijn. Dus het gevoel dat er minder in zit, in combinatie met wat het moet zijn, dat is het niet. Maar waarom heb je een deel lucht? Omdat zo'n verpakking waarin de chips zit, ook niet alleen van Fernandez snacks, maar ook van any snack, daar zit er lucht in, omdat er een technisch verhaal erachter is. We noemen het ook een pillow bag, een kussen. Is dat wanneer je de verpakking dan in een doos zet, dat de inhoud niet beschadigd raakt. En bij aardappelchips of andere chips is het een stuk gevoeliger dan een cheeseball, een tissafis en een krikera. Die is wat steviger van structuur. Maar een chipsoort, dat is natuurlijk een wat fragieler. Waardoor dit eigenlijk worldwide zo wordt gedaan en verpakt. Dus het is eigenlijk een soort van bescherming tegen de inhoud. En daarom wordt het ook pillow bag, omdat er ook lucht in natuurlijk. En het beschermt het product. Maar kijk altijd naar de inhoud aangegeven op de verpakking. En
ik ben er zeker van dat dat ook in de verpakking zit. Ja, zie je, als je iets niet weet, moet je altijd vragen. Oké, dan nu. De vraag is, we zijn al in het nieuwjaar. Hoe ziet het jaar naast het feit dat jullie 60 jaar worden? Hoe ziet het jaar 2023 eruit voor Van Andes Bakkerij? Wat zit er nog allemaal in het verschiet? We zijn jarig, dus dat is zeker belangrijk. We worden 60 jaar en we zijn bezig te kijken als we op gepaste manier dat kunnen vieren. Daar zijn we druk mee bezig. En natuurlijk op gepaste manier, afhankelijk van de situatie in het land. Business side, we verwachten niet dat er ineens een hoera stemming is. En dat alles in het land economisch gelijk beter gaat. De grondstoffen die gaan zeker weer duurder worden. Wij hebben de meeste van onze grondstoffen komen uit het buitenland. Zeker 95% komt uit het buitenland. We importeren dus. Wij zijn in nauw contact met onze grootste suppliers. Die geven ons van op periodiek krijgen wij dus ook informatie over die grote wereld van supply chain. Dus ook zij kunnen moeilijk aan grondstoffen komen. En op bepaalde grondstoffen, op vetten, enzymen, zetmeel, daar is er nog een beperkte druk op de markt wereldwijd. Dus de verwachting is dat het niet makkelijker wordt. Als de koers stijgt, wordt het ook niet makkelijker. En met de maatregelen die momenteel worden getroffen om die economie gezonder te krijgen, zijn ook natuurlijk harde maatregelen waar die waarschijnlijk ook gevolgen met zich zullen meebrengen. Allemaal natuurlijk, onze taak is om alles op een integere manier zo goed mogelijk een gezonde bedrijfsvoering te voeren hier. Ik weet dat als ik die vraag niet had gesteld over de Berliner bol, over al die andere bollen, zouden mensen me kwalijk hebben genomen. Oké, dus we moeten eigenlijk alleen hopen dat de tijd takes another turn, alleen maar vooral met koers en jullie grondstoffen. Want ik merk het op dat de meeste bedrijven bepaalde dingen niet hier worden gemaakt. En dat men daar een beetje een gap heeft, dat men dat een beetje vergeet dat de meeste bedrijven heel wat grondstoffen laten halen. Exporteert Van Andes ook zijn producten trouwens? Van Andes, onze zusterbedrijf Van Andes Ice Cream, die exporteert veel. Van Andes Bakkerij, wij zijn eigenlijk aan onze prille begin met export. We doen niet zoveel aan export. Het zit natuurlijk in de long-term vision om ook meer te gaan exporteren. Maar daar zijn we intern dus nu drukdoende de organisatie op te geren. Productontwikkeling, verpakkingsmogelijkheden, marktverkenning, de exportmarkt verkennen. Daar zijn we druk mee bezig. Wij exporteren vooral naar Guyana, omdat wij daar ook, Van Andes heeft daar ook een bakkerij. En we exporteren dus naar Guyana, we exporteren in mondjesmaat snacks naar Nederland. En dat is het een beetje tot nu toe. En geen kerstbrood, alleen snacks? Want december, als we kijken naar december. Ik moet goed zeggen, wij exporteren, ik zei daarnet, wij exporteren snacks naar Nederland. Dat doen wij. Maar kerstbrood, dat doen we niet zelf. Dus het zijn andere afnemers die dan op hun beurt exporteren naar Nederland. Ja. Maar het gaat inderdaad los. Als je kijkt naar wat er naar het buitenland gaat vanuit ons portfolio, dan is het meer dan alleen snacks, kerstbrood en wat wij zelf exporteren. Ik wil iedereen die naar Suriname komt, neemt gegarandeerd Berlinerbol mee, krikera mee, tessavissa mee. Omdat het best een grote community nog is die een binding heeft met Van Andes Bakkerij en de brand Van Andes. En daar staan we ook natuurlijk voor. Ik vraag dat ook aan iedereen, want we zijn nog steeds in de eerste week van het nieuwjaar. Heeft u een nieuwjaarsboodschap, advies, wens voor uw personeel en zowel ook uw consumenten en de rest van de samenleving? Ja, mijn algemene boodschap is, laten we ervoor zorgen, één, first of all, zorg goed voor jezelf. Want als je dat niet doet, kan je ook niet voor anderen zorgen. Dus zorg goed voor jezelf. In moeilijke tijden is het belangrijk dat je relaties sterk houdt. En relaties bouwt
ik denk dat dat ook de kracht is van teams in moeilijke tijden. Dus dat is belangrijk. Zorg voor jezelf. Zorg ervoor dat je relaties versterkt en verder uitbouwt. Zodat wanneer er uitdagingen zijn, zodat je dat niet als individu, maar als groep en team aangaat. En tot slot, zorg er ook voor natuurlijk dat je jezelf en de omgeving waar je in zit blijft ontwikkelen. Meneer Bainat, heel luchtig en vooral informatief gesprek zal ik zeggen. Misschien moet u ooit eens komen in Q&A. Nee, maar heel hartelijk dank voor de info en ook voor de ontvangst hier bij de bakkerij. En ik zal maar zeggen, succes in het nieuwjaar. En we kijken uit naar jullie 60 jaar. Misschien gaan jullie weer 60 meter iets snijden, 60 meter taart misschien. Tot waarschijnlijk een verrassing. De marketingteam is echt hard bezig. En we houden het op dit moment op een verrassing. En we zien, zoals ik het al aan het begin zei, we gaan het op een gepaste manier doen. Dankjewel en succes. Graag gedaan. Dankjewel. Kijkers, u heeft meneer Bainat gehoord. In slechte tijden moeten we relaties sterk houden en ook sterk maken. Dat was het voor dit deel van In Gesprek Met. Wij zijn zo weer bij u terug met een tweede deel van In Gesprek Met. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In dit tweede deel switchen we van brood naar boter. Wij gaan in gesprek met de heer Marlon Telting. Hij is de directeur van VSH Foods, in de volksmond meer bekend als boterfabriek. Hij gaat ons het meer vertellen over het reilen en zeilen binnen VSH Foods. Meneer Telting, goeiedag en welkom in gesprek met. Ja, dank voor het hier willen zijn. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik kom wel voor het eerst bij u op bezoek, dus ik denk dat niet alleen ik, maar ook een deel van de samenleving benieuwd is. Want VSH Food staat meer bekend als een bedrijf die boter maakt. Dus ik ben benieuwd, zijn er nog andere dingen die VSH Food maakt, behalve de welbekende gele bek, Marigo en Golden Brand boter? Ja, we doen een heleboel meer. Natuurlijk kennen mensen ons van wat je in de supermarkt ziet. En dat is inderdaad boter, die lekkere Marigold, Golden Brand en gele bek margarine. Maar we staan aan de basis, echt, en een heleboel mensen hebben dat niet door, voor alle brood dat gegeten wordt in dit land. Dus wij leveren speciale margarine aan de bakkerijen. Grotere bakkerijen, maar ook de kleinere die komen hier aan hun trekken. Okay, dus u zorgt tenminste ervoor dat de kleine vetgehalte dat in brood voorkomt van jullie afkomstig is? Ja, dus niet alleen vet dat erin komt, want gek genoeg zijn er verschillende type margarines die in brood gaan. Je hebt verschillende typen. Je hebt ook zelfs margarine die je gebruikt voor en dan moet korstmargarine, die gebruik je namelijk om pasteitjes en producten te maken die dat flaky moet hebben. Dus het is een speciale margarine, die kan je niet in de supermarkt vinden. Zo hebben we meerdere type margarines die heel specifiek voor de bakkerijen of voor mensen die een zeg maar echt culinair iets verder willen gaan dan normale margarine. En dus als ik het een beetje, dus voor als u het heeft over mensen een beetje culinair verder willen gaan, is net als jullie die boter die je smelt waarin je kan frituren, zoiets in de buurt, maar andersoortig. Dus die is bedoeld, dat is bakvet, die is bedoeld om inderdaad, we gebruiken de grote jongens zoals die fried chicken, ik ga geen merken en bedrijven noemen, maar de mensen die fried chicken maken, die gebruiken namelijk dat type vet, ja. Dat is margarine, ander soort margarine. Dus wat je in de winkel ziet is maar een klein assortiment, want je moet je voorstellen, de mensen die thuis bakken,
alle lieve baksters, die kennen ons en die weten ons te vinden voor hun lekkere cakes. Maar ook de specialiteit. Ik bedoel, als iemand een vleesbroodje wil maken, dan heb je een ander type margarine om een vleesbroodje te maken. En die leveren wij ook. Heel informatief. Maar nu ben ik even bemoeizuchtig, een beetje om het zo te zeggen. Wie is meneer Malan Telte precies? Nou, die staat voor je. Nou, ik ben hier begonnen in 2014. Het kan zozeer zijn dat mensen me kennen uit een ander leven. Ik heb voorheen bij Surinaamse Brouwerij gewerkt, maar ik zit nu vanaf 2014 ben ik hier als directeur van VSH Foods. En ik ben heel trots en happy om samen te mogen werken met het team van VSH Foods. Dus ik ben eigenlijk nooit helemaal gaan snuffelen. Hoe oud is VSH Foods precies? Dat is een mooie. Ik ga nog niet veel verklappen, dus je moet lekker gaan googlen. Maar volgend jaar worden we Biggie Jari. Echte Biggie Jari. Dan kom ik wel weer op bezoek. Ja. Biggie Sma. Worden we volgend jaar. En ik denk dat marketing wat leuke dingen gaat moeten doen. Het is allemaal moeilijk tegenwoordig. Maar ik denk dat was VSH Foods echt onze klanten en de toekomstige klanten moeten gedenken. Ik zal mijn kijkers maar ook in de spanning houden. Maar goed, meneer Telte, hoe was het jaar 2022 voor VSH Foods? Ja, dat is een goede vraag. Mixed feelings, zouden we zeggen. Uitspraak koud warm. We weten allemaal hoe moeilijk het is geweest in Suriname om als consument te overleven. Moet je je voorstellen, hoe doe je dat als bedrijf? Dat is een vrij grotere uitdaging. Als bedrijf probeer je namelijk het hoofd boven water te houden. En terwijl je dat doet, denk je al die medewerkers die hier in het team zitten en hun gezinsleden. Dus het is niet altijd makkelijk geweest. Vooral in een krimpende markt. We hebben een enorme terugval gehad in Suriname. Maar we hebben stand kunnen houden. En in feite, wat ons heeft geholpen in dat traject, is export naar het Caribisch gebied. Waarbij in feite export voornamelijk belangrijk is om te kunnen voorzien in de vreemde valuta om onze grondstoffen te kopen. Dus het is niet zo dat we exporteren en alle. Export is voor ons enorm belangrijk, want met die exportopbrengsten hebben we een beetje valuta. Met die valuta kunnen we dan weer grondstoffen kopen. Onze grootste markt blijft nog steeds Suriname. Suriname is onze thuismarkt. Dus in feite, er is een enorme schaarste aan valuta. We moeten ervoor zorgen dat Suriname via de bakkerijen brood op tafel heeft. Het is onze plicht en we zien het ook zo dat wij garanderen dat er margarine is ten behoeve van de bakkerijen. En terwijl we die verplichting hebben, moeten we daarnaast toch op zoek gaan naar valuta om onze grondstoffen te kunnen inkopen. En dat is niet altijd makkelijk geweest, nee. Maar u snijdt me eigenlijk de gras voor mijn voeten. Want ik zou net, mijn volgende vraag zou worden. U heeft het zo mooi gehad over wat jullie allemaal doen voor de Surinaamse bedrijven en ook de consument. Dus ik zou eigenlijk ook vragen, exporteren jullie? Oké, u vertelt jullie exporteren. Naar hoeveel landen exporteert VSH Foods? Wij exporteren naar het Caribisch gebied en we zitten in de twee grootste markten van het Caribisch gebied. Jamaica en Trinidad. En we doen het enorm goed. Het team heeft de juiste strategie kunnen bedenken om
te kunnen groeien in die markten. Het zijn geen makkelijke markten. Je hoort Jamaica enorm veel productie. Trinidad enorm veel productie. Beide markten hebben hun eigen lokale margarine. Dus je moet je voorstellen, je komt in een thuismarkt, zoals wij onze thuismarkt is Suriname. En de mensen komen hier en iedereen kent ons en die wil onze producten. Zo werken we namelijk een strategie uit in die markten waar we weten dat we import zijn en dan nog aan het groeien zijn. Dus op zich moeten jullie uitschieten. We moeten enorm ons best doen om die portemonnee van die consument in Trinidad en Jamaica op onze producten te laten vallen. Ja. Dus alleen in die twee landen? Ja, we zitten, dat zijn onze grootste markten. En we hebben niet de ambitie om veel markten te doen, maar onze ambitie is wel de markten die we doen goed te doen. Want anders vinden wij in Suriname geen boter als jullie een beetje te snel uitbreiden. Nou, de thuismarkt blijft Suriname. Dus we gaan Suriname niet in de steek. De thuismarkt, onze basis is Suriname. En in feite, overschot aan capaciteit, productiecapaciteit, die exporteren we. Maar ik denk dat u ook trots kunt zijn, want hoe je draait of keert. Ik ga zelf naar de winkel, want ik ben vrouw. En wat ik zelf zie, de Surinaamse consument kiest eerder voor producten van VSH Foods. Vroeger had je nog een Blue Band, een B-cell, maar die blijven juist in de schappen staan en je zoekt juist meer naar producten van VSH Foods. Dus ik mag zeggen, u mag jezelf eigenlijk zelf een schouderklopje geven dat deze organisatie het zo goed doet in uw thuismarkt. Nou, het team heeft er inderdaad voor gezorgd. Het is niet alleen Marlon Telting, het is het team. En die hebben namelijk een juiste strategie doorgevoerd. En het begint niet alleen maar het willen verkopen, maar we moeten niet vergeten, het product moet eerst geproduceerd worden. Op een constante kwaliteit, iedere keer weer. En dat moet ik echt het productieteam meegeven. Ja, daarom zei ik organisatie, ik zeg hier meneer Telting, maar goed. Absoluut. Ik plaag u. Maar... wat kan de samenleving, want u heeft al een tipje van de sleur gegeven dat een VSH Food Bigiari wordt. Maar zijn er misschien nieuwe dingetjes die op komst zijn? Als dat niet het geval is, geen probleem. Maar wat kan men verwachten van 2023 van VSH Foods naast Bigiari? Dus ik ga niets verklappen. Het enige wat ik is, als mensen dat goed narekenen, weten ze dat we 60 jaar worden. VSH Foods wordt volgend jaar in oktober 60 jaar. De ambitie is om te doen wat we doen naar die consument. En dat betekent in feite met alle, zeg maar, zoals we het zouden zeggen op Tapastrati, met alle prang los, willen we wel een kwalitatief product dat betaalbaar is. En dat is op zich al een hele uitdaging. We garanderen minimaal dat de komende jaar en komende jaren we die kwaliteit en die prijs, die verhouding gaan behouden. En natuurlijk, wie jarig is, ja, nou dat heb jij gezegd. Dus ja, er komt zeker wat. Wat het gaat worden ga ik nog niet verklappen. Maar marketing is al, het team is al bezig met wat concepten. Aangezien u het heeft over de uitdaging, over prijzen, was het moeilijk om een beetje, ik zou maar niet zeggen onder de kostprijs, maar was het moeilijk om elke keer ook kleine verhogingen toe te passen? Want ik denk dat VSA er ook niet onderuit kon, want net als wat u aangaf, grondstoffen moeten ingekocht worden en daarvoor valuta. Dus was het een beetje lastig om te snel te kunnen verhogen en een poosje de kat uit de boom kijken? Nou, dat hele prijsbeleid is een serieuze uitdaging geweest. Je kijkt naar koopkracht en er zijn momenten geweest waarbij we zeggen van hey, even uitstellen. Wat niet meevalt is dat we
Behalve dat we inflatie in Suriname hebben gehad, hebben we importinflatie gehad. Van producten zijn extreem duurder geworden. Niet iedereen weet het, maar een paar jaar terug betaalde je $3000 voor een container aan vracht. Vandaag liggen we heel dicht, $16,000 tot $18,000. Daar hebben wij nog niets gedaan. We hebben helemaal nog niets gedaan. Dus het is niet makkelijk. En we hebben altijd die Surinaamse consument in gedachten. Altijd. Echter, we zijn een commercieel bedrijf. Dus we kunnen niet onder de kostprijs verkopen. Anders gaan we kapot. Dan geniet je maar van die lekkere producten, zeg maar, een jaar. En daarna houdt het bedrijf op te bestaan. Dus het is wel belangrijk dat we nadenken over het prijsbeleid. Zodanig dat het behapbaar is. Maar ook voor de aandeelhouder interessant blijft. Want die blijft investeren in het bedrijf. Want het was wel te merken dat jullie niet snel direct hebben gegrepen naar prijsverhoging. Want je merkte wel van de vorige merken die ik opnoemde, dat die wel omhoog gingen. En misschien na 3-4 maanden pas zag je echt de overweging, die bekendmaking. Vanwege dit en dit moeten we ook onze prijzen aanpassen. Dus ik denk dat de Surinaamse consument jullie daardoor echt wel dankbaar zijn. Ik hoop het. Die consumenten zijn voor ons extreem belangrijk. Het blijft moeilijk in een economie als Suriname. Niet alleen maar dat de koers, om het populair te zeggen, aan het stijgen was, maar ook de verkrijgbaarheid van die vreemde valuta. Je moet je voorstellen, om het product te produceren hebben we grondstoffen, verpakkingsmaterialen nodig. Alles komt uit het buitenland. En daar heb je namelijk wel valuta voor nodig. 1. Is die beschikbaar? 2. Tegen welke prijs koop je je valuta? En wanneer het product er komt, heb je nog het verhoogde transport. En ja, dan ga je je kostprijs berekenen en zie je van, je komt er niet onderuit. Je moet dat doorvoeren. En dan aangezien, we willen toch nog, want ik neem aan dat hygiëne en veiligheid hoog in het vaandel zijn, hier bij VSA Foods, want het zijn producten die men gaat moeten consumeren. Je gaat het gebruiken om iets te maken, om te eten. Waarom is dat wel een van de belangrijkste aspecten binnen zo'n organisatie? Alvorens ik naar die vraag wil gaan die ik wilde stellen. Nou, we verkopen een product, een voedingsproduct. Dus het is wel belangrijk dat het veilig is. Dat mensen, consumenten weten dat als ze het gebruiken, als ze het kopen, hun schaarse middelen, hun schaars geld gebruiken om het te kopen. Dat ze weten dat het veilig is. Ze moeten dat kunnen vertrouwen. Nou, we zijn gecertificeerd op dat stuk. En we houden ons heel streng aan die norm. Soms veel strenger zelf dan wat doorgaans in Suriname verwacht en geaccepteerd wordt. Maar dat doen we niet alleen voor onszelf. We doen het om die norm te leggen. Ook wanneer we exporteren, dat niet omdat het Suriname is, het niet hoeft te voldoen. Nee, het geldt voor en de Surinamers op de eerste plaats en dan naar die exportmarkten. Dus die lokale consument, die is ons heilig. Maar men zou ook zeggen, better safe than sorry. Ja, absoluut. En wij spelen 100% safe. Dus laat het duidelijk zijn, we spelen 100% safe. Dus we gaan niet experimenteren, allerlei gekke dingen doen. Dat doen we niet. Datgene wat ons 2 jaar in de greep heeft gehouden, weer een beetje opkwam. Veiligheid. En dan zeg ik, mensen, let op je gezondheid. Dus echt helemaal naar je gezondheid. En dat, met gezondheid bedoel ik, hou rekening mee dat er nog steeds COVID is. Je kan COVID oplopen. Er zijn heel veel feesten. We mogen nu wel weer feesten. Wees voorzichtig. Heeft u ook een nieuwjaarswens
naar de samenleving en ook je personeel. Dus ook daar hou ik vast aan het gezondheidsstuk. Keep it safe. Kijk, als mensen gezond zijn, kunnen we heel veel. Met gezonde mensen kan je werken. Als je gezond bent, kan je iets bereiken. Dus keep it safe in alle aspecten. Als je weet dat je ergens... Zorg ervoor dat je gezondheid op de eerste plaats is. En natuurlijk wens ik iedereen een heleboel voorspoed. Een heleboel voorspoed. Dat we sociaal iets meer met elkaar kunnen doen en delen. En dat we met dat gegeven er een mooi jaar van kunnen maken. En ik zeg altijd, succes, welvaart, maar alles in goede gezondheid. Heel mooi. Meneer Tating, heel hartelijk dank, zal ik zeggen. Vanuit ATV wensen we u al een voorspoedig en gelukkig 2023. Ook aan het team van jullie bij ATV en nogmaals dank voor deze gelegenheid. En aan iedereen die kijkt, een zalig uiteinde en een sprankelend 2023. Kijkers, u heeft directeur Tating gehoord. Veiligheid en elkaar liefhebben is veel belangrijk. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze eerste aflevering voor het jaar 2023 van In Gesprek Met. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is morgenavond om 8 uur of 9 uur. Wij zien u volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.